Hi allemaal en welkom weer in een nieuwe video. Vandaag hebben we een beetje een ander soort video voor jullie. Het is namelijk een bullet journal video, maar in combinatie met een review. Want we hebben namelijk een nieuw product die we de laatste tijd heel erg veel gebruiken. En we zijn er helemaal dol op en we kunnen niet wachten om deze tip met jullie te delen. Het gaat namelijk om dit boekje. Zoals jullie weten zijn we heel erg dol op notitieboekjes en maken we ook voor alles lijstjes. Alleen dit notitieboekje is niet zomaar een notitieboekje. Dit is namelijk de Green Book van Green Story en dit boekje heeft uitwisbare pagina's. En dat betekent dat je geen notitieboekjes of pagina's weg hoeft te gooien, maar dat het een heel duurzaam product is. Klinkt misschien nog een beetje vaag, maar we gaan het in deze video allemaal wat duidelijk uitleggen. We gaan sowieso ook laten zien hoe je de pagina's kunt invullen en dergelijke. En laten we maar gewoon beginnen. Eerst nog even over Green Story. Dit is een bedrijf opgezet door zus en broer die samen graag een verschil wilden maken. En dat doen ze met een aantal mooie, duurzame producten in de webshop, waaronder de Green Book. Ze verkopen trouwens ook een waterdicht notitieboek gemaakt van steen. Nu hoor ik je denken, wat is nou het voordeel van een Green Book? Nou, het is waterbesparend, boomvriendelijk, herbruikbaar, veilig, fairtrade, gemaakt in Europa en CO2-neutraal. Daarnaast is het natuurlijk budgetproof wanneer je bedenkt dat je jarenlang geen papieren agenda's en notitieblokken meer hoeft te kopen. Kortom, geen reden om hier niet voor te kiezen. Helemaal top. Zoals we al in de intro zeiden, is het bijzondere aan dit notitieboek dat de pagina's uitwisbaar zijn. Je kunt het dus gewoon inschrijven en de inkt droogt heel erg snel op en vlekt daardoor niet. Maar mocht je iets willen veranderen, want je maakt bijvoorbeeld een spelfout of een afspraak wordt verschoven, dan hoef je niet meer te krassen en dan wis je heel makkelijk je tekst weer uit met dat filtergummetje achter op de pen. Kon het ook maar in het echte leven, hè? Dit is een grapje natuurlijk, maar even serieus weer. Ik kan me voorstellen dat je ook graag je notities zou willen bewaren. En dat is logisch. En daar is natuurlijk ook een oplossing voor. Ik denk dat we momenteel allemaal wel een smartphone hebben. En op onze iPhone staat bijvoorbeeld standaard de app notities. Daarmee kan je je handgeschreven notitie scannen. En deze wordt daarna opgeslagen in je notitie-app, zodat je alles ook daar overzichtelijk hebt staan. En dat is handig, want dan heb je ook altijd digitaal je aantekeningen bij je. En daarna kan je weer gewoon met een schone lei beginnen. Wissen kan je trouwens ook doen met een vochtige microvezeldoek. En deze krijg je trouwens standaard bij. Ook leuk om te weten is dat de Green Book helemaal te personaliseren is. Eerder zag je al de maandplanner en de to-do-lijstpagina voorbij komen. En er zijn nog meer handige pagina's aan het boek toe te voegen. Alle pagina's zijn op elke plek in het boek erin en eruit te klikken. Denk bijvoorbeeld aan een nutrition planner waarmee je kunt bijhouden wat je eet of je gebruikt het om je menu voor de week mee te plannen. Ook kun je kiezen voor de time planner waarmee je de hele dag goed kunt plannen. Maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor gestreepte pagina's om op te schrijven en natuurlijk een dotted grid of een blanco pagina wanneer je ervan houdt om lekker te doodelen en te tekenen. Om toch nog het overzicht in je notitieboek te houden met dit soort verschillende pagina's zijn er ook tabbladen die je overal erin en eruit kunt klikken. De kaft is er overigens ook in en uit te klikken mocht je deze op een gegeven moment willen wisselen voor een andere. En nieuw in de collectie is deze extra kaft van vegan leer. Ja, je hoort het goed. Deze kaft is verkrijgbaar in meerdere kleuren en voelt echt supergoed aan. Het lijkt net echt. En binnenin vind je vakken voor allerlei documenten en andere belangrijke dingetjes. Deze ziet er echt prachtig uit en op deze manier is je Green Book extra beschermd. Nou, we hopen je met deze video een beetje geïnspireerd en natuurlijk ook geïnformeerd te hebben. Iedereen weet denk ik inmiddels wel dat minder plastic afval heel erg belangrijk is, maar minder papierafval is ook net zo belangrijk. Dus ik hoop dat jullie misschien wel met ons mee willen doen en ook zo'n Green Book willen aanschaffen. Nogmaals bedankt aan Green Story voor het mede mogelijk maken van deze video. We zijn super blij om kennis te hebben gemaakt met dit boekje en we zijn heel erg blij dat we dit in deze video met jullie konden delen. En aan iedereen, laat even een reactie achter waarin je vertelt of je misschien net zo dol bent als ons op het maken van lijstjes. Of dat je misschien heel erg houdt van tekenen. Of een andere manier waarop jij de Green Book zou willen gebruiken. Vergeet zeker niet deze video een duimpje omhoog te geven. En natuurlijk te abonneren op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zien we jullie heel snel weer terug in de volgende video. Doei! Doei.